John, mag ik even met jou meekijken? Met jouw wereldbeeld? Met jouw perspectief? Heel graag. Wat is jouw wereldbeeld eigenlijk? Ja, mijn wereldbeeld is dat wij toegaan naar een circulaire economie of een groene groei of groei die groent. En dat dat ook heel veel mogelijkheden biedt voor ondernemers om daar een boterham in te verdienen. Mijn wereldbeeld is dat we er naartoe groeien, dat ondernemers en een heleboel partijen dat willen. En dat we dat als hier vanuit de overheid ook moeten stimuleren dat dat mogelijk is. Nou, wat mijn beeld daarbij is, dat we dat kunnen doen met geld en met kennis. Maar ook doordat we soms regels hebben gemaakt die niet helemaal aansluiten bij de innovatie van de ondernemer. En dat we willen gaan kijken hoe we die ondernemers, die koplopers die we hebben, kunnen helpen met regels die hun wel passen. Soms kan dat heel operationeel, soms moeten we daar hele fundamentele discussies over hebben, maar daar denk ik dat wij de ondernemer kunnen helpen zonder dat we daar een dikke portemonnee bij nodig hebben. En dat doen we, daar hebben we het programma Ruimte en Regels voor ingesteld. En dat gaat allemaal over innovatie. Dat zijn allemaal ondernemers, we hebben een hele grote bak met van innovaties, de ondernemers die zeggen van ik kan dit niet om dit mogelijk te maken, ik kan deze investering niet doen. En dat willen wij graag wel mogelijk maken. Nou, soms lukt het niet, helaas, er zijn de belangen te botsen, maar vaak kan het wel. We hebben experimenteerruimte, maar vaak hebben we ook genoeg ruimte in de regelgeving om daar een oplossing voor te vinden. Ja, en soms moeten we ook wel eens naar Brussel toe. Nou, het is zo, maar vaak kunnen we ook heel praktisch bezig zijn. We hebben laatst een belemmering opgelost rond luiers. Luiers zitten prachtige grondstoffen in. Daar zitten ook helaas pathogenen in en allerlei medicijnen. Nou, dat vinden we heel eng om daar die grondstoffen er weer uit te halen. Maar als je nou alle belangen naast op een rijtje zet en zegt van ja, kunnen we die veiligheid niet op een andere manier waarborgen? En we doen dat met de kennis en met de risico's die we wel bekend hebben en met een beetje durf, dan kunnen we er ineens komen van waarom zullen we dat bedrijf die dat nieuwe techniek heeft ontwikkeld op het gebied van recycling niet een vergunning geven? Dat moet toch kunnen? Nou, dat is ons deze week, de afgelopen week gelukt. En dan kan een bedrijf daar toch een investering doen om daar al die luiers te gaan oppakken. Dat zijn onderwerpen waarvan ik denk, nou, dat kunnen ondernemers helpen. Maar we zien ook een heleboel nieuwe ontwikkelingen. Kijk maar eens naar nieuwe verdienmodellen als de deeleconomie. Ook dat kan bijdragen aan de circulaire economie. Maar ja, daar hebben we niet altijd de regels voor. Dus we moeten gaan kijken welke regels we daarvoor moeten toepassen of niet. Daarbij helpen we de initiatiefnemers die daarvoor zijn. Op die manier, en heel operationeel, en heel fundamenteel, ondernemers helpen om te kunnen innoveren. Dat lijkt me dankbaar werk. Dat is heerlijk om te doen. En heel leuk als je daar ook positieve reacties van krijgt van die ondernemers.